Yo, kijk, van IMT vraag ik met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We moeten weer een paar nieuwe dingetjes doen. Zoals een af te lossen lening, minimale pretparkwaarde 50.000. En een VIP die langskomt. En minimale waarde van pretpark 75.000. En iemand twee achtbanen van 270 meter. Laten we eens kijken. We hebben in ieder geval een achtbaan. Deze is volgens mij al best wel een lengte. Was ook eens weer. Hier stond dat. 318 meter. Oké, deze is dus lang genoeg. We gaan eerst eens een paar schoonmakers inhuren. Want het park is een zwijnenstal. Echt niet gezond. Een monteurtje. Als je gewoon ziet, hè, gewoon. Oh, oké, valt op zich nog wel mee, hoe smerig. Staan die prullenbakken? Nee. No trash bins. Dat is very horrible. Dat is iets wat erop lijkt. Want trash bins zijn echt wel nodig. Want anders gaat het echt helemaal fout in het park. De ervaring heeft het ondertussen al geleerd. In 2 seconden parken. Of in 3. Prullenbakjes. Nieuwe attractie draaimolen. Prachtig. Maar we gaan eerst een parkwaarde zo flink omhoog schroeven. Daar wil ik dus eerst heel wat tijd aan besteden. Oh, echt, hebben we natuurlijk alles ook nog. Oh god. Helemaal hier. Nog helemaal gaan opvullen. No, the hell on earth. Bezoekers hebben dorst. Oh, meen je dat? Kijk, een afval. Dat is echt een heel groot probleem in dit park. Dat zei ik toch? Jou is eventjes een opleiding geven. En dan nog een opleiding. En dan nog een opleiding. En volgens mij loop jij nu hier, hè? Wie jij bent. Hij gaat die ene schoonmaken. Dus je ziet, afval wordt nu al een stuk minder. Dus ik kan niet snel attracties bij gaan bouwen. Rodeo Clown. Hij ziet er heel raar uit vanaf hier. Goede level op detail. Oké. We gaan dus eerst even een attractie bijbouwen. Zo heel mooi hierbij passen. In dit thema. Ah, ik moet wel deze kleuren doen. Wel even in het thema blijven. Van het park. Oké, ingang. Toch maar eventjes. Oké, ik kan hier dus geen ingang maken. What is this bullshit? What is this? Nee, hier niet. Waar staat dat? Oh, hier. Ingang. Je zal me last hebben van termieten zometeen. Dat zou na zijn. Kijk, kan dit? Nee, ook niet. Ik heb ze echt zo geglitcht op dit punt. Kijk, mag ik land aanpassen? Ja, kijk. Dat mag ik. Nu naar beneden doen. Kijk, want ik weet gewoon niet hoe ik het moet aanpakken hier. Gewoon echt één rampzalige plek. Ik zie zoiets. Ja, zoiets lijkt te werken. Nee, ik heb maar prijzen. Nee, geen geld. God dang it. No money. Even kijken. Hoe gaat het met de parkwaarde? Oké, die gaat de goede kant op. Voor onbestuurbare trein sta je erg lang in de rij. Ja, nee, dat geloof ik graag. Laat ik ze even sluiten. 1 treintje meer op. Dan hebben de mensen niks in de gaten.
En als het goed is, moet dat gewoon goed gaan. Gewoon perfecte mentos. Hierachter heb ik een ander klein achtbaantje neer donderen. Hetzelfde thema. We hebben wel een ander soort achtbaan. Mijn karretjes. Nee, niet daar. Ik wil draaien. Ja, dus we moeten toch de lucht in. Nou, laten we dat niet meteen nog een keer. Nee, even iets andere manier doen. We gaan gewoon hier meteen draaien. Maar dan wel de andere kant op. Zo, heel klein stukje naar beneden. Zoals je ook ziet, heel klein stukje maar. Ik ga vanaf hier de ketting pakken. Heel mooi omhoog. En dan gaan we vanaf hier. Alleen één keertje naar beneden. Dan een stukje onder de grond. Hier mooi omhoog. Je wou het ook allemaal zo doen, maar ik vind het gewoon grappig. 13 meter. Oh, dat moet hij makkelijk kunnen halen. Als hij niet kan halen, weet ik het ook niet meer. Dan is de achtbaan echt heel slecht gemaakt. Ga een stukje naar beneden. Stukje precies voor het pad. Ja, dacht ik al. Op zich is het heel erg handig. Een klein stukje omhoog, weer zo. Dan gaan we eerst een klein stukje naar die zijde toe. Dat twee pijpjes tussenuit komen. Nou, dat is redelijk wat ik eigenlijk gedacht had. Niet precies, maar wel redelijkerwijs precies goed. Maar ik moet ze even andersom plaatsen. Dat is makkelijker, want mensen gaan hier uit en daar erin. Dat is makkelijker. Of 9 treintjes of 2 keer 4. Nou, dan zijn we er ook 9. Werkt dit? Weet ik niet, maar die gaat wel erg hard. Kijk. Deze achtbaan loopt als een zonnetje. Nou ja, althans. Wel bijna. Perfect. Maar hij loopt. Hij doet wat hij moet doen. Alleen nu is de vraag, hoe lang is die? Is die lang genoeg? Ja, hij is lang genoeg. Ik heb 2 goed genoeg achtbaantjes gemaakt. En een goed genoeg achtbaantje gemaakt. Kan ik niet gewoon dit doen? Nee, komt net niet uit. Maar het is altijd hetzelfde. Unfair. Kijk, het park waar gaat ook hard omhoog. Precies wat ik eigenlijk wil hebben. En 1, 2. Hop. Hop. Dan halen wij deze ook nog een keer weg. Kijk eens aan. Nieuwe attractie. Woehoe, we beginnen helemaal voltooid. Kijk, daar doen wij het dan voor. Hele lening kunnen ook daar langzaamaan wegslurpen. Bezoekers hebben dorst. Oké, okay, doen we even een drankkraampje. Een nieuwe limo kraam. Is de prijs even zo wat omhoog? Het is te druk. Is echt zijn geld waard, oké. Okay. Gaan we gewoon de prijs wat omhoog smijten. Echt zijn geld waard. Hoort gewoon het geld binnenstromen dan. Verrukkelijk snel en veel. Is echt zijn geld waard. Is te druk. Is echt zijn geld waard. Oké. Ik ga gewoon de prijs nog wat extra verhogen. Woehoe, more money. Is echt zijn geld waard.
synchroniseren. Als je dorst hebt, drink je het liefst alles. Wat je kunt drinken. Is echt zijn geld waard. Ik wil eerst wat meer geld eruit terugverdienen. Je ziet mijn ja, gewoon keihard verlies nog. En dan ben ik niet heel veel uit op dit moment. Want heel langzaamaan krijg ik wat meer geld. Is echt zijn geld waard. Oké, groot is dus te duur. Kijk, wat staat er nog meer? Zo betaal ik niet voor limonade. Is echt zijn geld waard. Oké. Dit is dus duur genoeg. Als je ziet, ik krijg zat geld binnen nu. Ja, gaan we nog meer kraampjes. €1,80. Zo zijn de toppings. Geld waard. Ja, voor een hamburger is het op zich niet echt duur. Dan synchroniseren we het hele park. Kijk, hier zeggen mensen nog niks over. Ik wil er 2 euro van maken. Zakje snoep. Betaal ik niet. Dus dit is nog een kraampje bosbessensap. Dan gaat het heel over hetzelfde. Is er geld waard? Zoals je ziet, ik heb tussen weer langzamerhand meer geld. Het is hier te druk. Ik heb geen dorst. Oké, het geld staat nog ongeveer goed. Hier hebben we nog een attractie. Kost 50 cent. Een euro. No way. Even kijken, waar is die onderhoudsmonteur? Oké, die komt die kant op. Wat hogescholen. Dus hier wat sneller. Een nieuwe attractie. Wacht even, waar staat hij? Oh, daarom. Indianenveren. Hier hebben we nog meer. Dit is een steakhouse. Gewoon geld waard. Zo'n broodje echt wat geld waard. Oké, prachtig. Wat zeggen mensen? Wat heeft geld waard? En nu dan? Kijk, zo komen ze heel langzaam aan het geld wat ik dus nodig heb. En zoals je ziet, het geld gaat weer de goede kant op. Voor de verzekering moet ik een klein beetje geld vragen. Nou, ik heb er financieel heel veel aan uitgeven eigenlijk. Oké, aan landschapvormingen was wat uitgegeven. Werknemerssalarissen. Maar heb ik nou echt zoveel schoonmakers nodig? Te waarschuwen. Ontslaan. Oké, okay, dat scheelt alweer wat. Onderzoek. En rentelening. Is dat hier wel iets omlaag gegaan? Maar moet ik echt zoveel besteden aan onderzoek? Op dit moment denk ik niet. Dus 80 euro per maand meer dan zat is. Mijn attractiekaartjes lopen trouwens wel lekker. Op zich ook redelijk belangrijk. Natuurlijk wat toegangsgeld vragen. De parkwaarde is wel aan het stijgen. En minimale pretparkwaarde moet 50.000 zijn. Ik heb een paar extra drankkraampjes in die plaatsen. Extra geld. Oké, dat heeft geen nut daar. Dat vind ik zo annoying dat het gewoon niet automatisch gaat. Ik kan gewoon net als een fatsoenlijke drankkraampje plaatsen.
Behalve hier. Misschien wat ik ook een klein beetje wind zometeen. We zullen het ook inzien. Even kijken, misschien een nieuwe attractietje hier. Een draaimolen of iets. Doet het altijd wel goed. Mensen misschien niet altijd even blij mee. Maar hé, hey, je moet wat. Ik denk nog gewoon zo laten ronddraaien. Ga ik er zelf nog graag in zitten. Dus de eerste attractie is nou eens tegengekomen. Een draaimolen. Ik zou er meteen in gaan. Even kijken. Parkwaarde moet ik nog verder omhoog. Misschien is het idee om zo meteen... Denk er met jullie over. Ik wil iets spannenders. Oké, dat kan. Dan gaan we kijken. Dan ben ik al hier naartoe. Wat vinden mensen eigenlijk van deze attractie? Is echt wat geld waard. 2,10. Oké, wat vinden mensen hiervan? Is echt zijn geld waard. Gaat hij ook wat duurder. Wat denken mensen hierover? Is ook zijn geld waard. Oké. Nogmaals 10 cent duurder. Ik kan eigenlijk een TNT Vortex bouwen. Maar ook als deze. Dit vind ik wel grappig. Zo'n zweefschommel. 2,10 euro. Dan gaat hij open. Nou ja, worstwezen. Kijk. Zullen mensen vanzelf een keer ingaan? Mooi prullenbakje in de weg. En laat ik even kijken of die parkwaarde niet aan het stijgen is. Op zich wel ultiem nice zijn. Als het in de 50k gaat. Dan gaat het nu ook heel langzaam. Dan kun je ook een zwembadje neerplempen. Dat doe ik altijd wel goed in de parkwaarde. Maar ik wil liefst eens wat meer geld hebben. Dat is even het belangrijkste. Yo, gewoon even... 10 cent voor vragen. De totale winst misschien een klein beetje omhoog. Even kijken. Naar mijn financieel. Kijk, totaal. Ik sta dus in de plus. Deze maand. Ik moet dus nog deze rente nog naar beneden. Wat best wel annoying is. Mijn winst per week, dat is redelijk stabiel. Waarde van pretpark gaat omhoog. Mijn inkomsten blijven gelijk. Mijn uitgaven zijn op dit moment nul. Dus als ik nu even 1000 heb, kan ik weer een beetje lening aflossen. Dat is goed, dus weer een klein beetje geld. Meer over in de maand. Alleen mijn toegangsprijs kan ik niet verhogen. Maar dan kan ik in dit scenario dus niet doen. Wat ik op zich best wel jammer vind. Winkelvoorraden. Oké, die blijven de deuren dus gesloten. Er is geen monteur in de buurt. Nee, omdat ik te weinig geld heb. Misschien liggen daaraan. Als ik nog snel 50 euro erbij heb. Oh, dat is de verkeerde knop. Nog een tientje. Kijk. Dat scheelt weer... 6 euro zoveel in de maand. Wat? Nieuwe attractie. Dat is geen attractie. Dat is een kraampje. We hebben nog een informatiekiosk. Ik heb een paraplu nodig. Nee, dat snap ik ook al. Het is natuurlijk droog. Het is echt wel zijn geld waard. Dat is nog 10 cent duren. Kijk. More money. Kijk, is totale winst al. Het is gewoon heel mooi terugverdiend. Er is een zwembad bij gaan bouwen. Dat doet het altijd wel goed.
Echt, is het op zich vrij rustig. Je kan een mooi zo'n zwembadje daar bijbouwen. Ik vind dat het niet zo kunnen gaan doen. Dus ga even kijken. Maar ik ga hiermee deze aflevering afsluiten. Vond je het leuk? Geef even een like. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg!